picture of my man. And here's a picture of my child. I know you can't solve the thing in my life, but you being here is all right. October 2005. Toen is mijn man overleden. En dat vond ik het ergste wat mij over kan komen. Hè? We kenden elkaar eigenlijk al als kind. We hebben elkaar beloofd samen 100 jaar te worden. We hebben eigenlijk nooit ruzie. We waren altijd op één lijn. Ook met de opvoeding van Ralf en zo. Dus als papa zei nee, dan zei mama ook nee. Ja, blijf bij me, pa. En bescherm mij van boven. Totdat je mij komt halen, hè? In het begin was ik zo confuus. Ik kon niet huilen eigenlijk eerst. Ik heb alles teruggedrongen. Elke dag mis ik hem. Ik praat ook veel, want ik heb die foto toch daar, weet je. Ik voel me erg eenzaam soms. Als ik heel druk ben geweest, dan kan ik pas ontspannen. Als ik lekker even buiten loop in het bos. Ik ben geboren in IJsland. Mijn moeder is Nederlands, mijn vader is IJslander. Dus ik ben half Nederlands, half IJslands. En dat heb ik ook gemeen met mevrouw van Lening. Dat we allebei een stuk met Nederland hebben en een stuk met buitenland. Ik ben ook buddy uit tegenwicht. Ik werk maandag tot en met donderdag. Op een ministerie. En dat is best een harde wereld. Hard, af en toe snel. En dan is het fijn om in je vrije tijd iets sociaals te doen. Iets fijns voor een ander, maar waar je jezelf ook prettig bij voelt. Wat zal ik kopen voor straks? Spitskool, oké. Okay. We zien elkaar straks. Dag, tot straks. Vandaag komt Linda. Dan ben ik gewoon even blij, hè? Dan kan je weer nog leuk praten over de hele week wat je eigenlijk allemaal hebt gedaan, hè? Ze wilde bami maken met mij samen. Vond ze zo lekker. Ik zei, nou, dan doen we dat alweer over, zei ik. Maar dan ga ik haar leren hoe dat allemaal moet. Dan doe ik het voor. Broodjes heb ik in een pakje? Ja, is goed hoor. Nou, we kunnen heel goed met elkaar opzitten. Heeft u selderij? Ja, bosje, selderij. Ja. Gewoon ze beschouwt mij gewoon als haar tweede moeder, zegt ze ook. Hè? Het is toch wel leuk om te horen. Ja, ja toch? Hier 70, ze maakt 5. Met 15 weer 10. Ja hoor, dankjewel. Alsjeblieft, dankjewel. Fijne dag verder. Dankjewel. Nou, we hebben veel overeenkomsten. Nou ja, wat ik denk, mijn denkwijze, heeft zij ook vele dingen. Wat raar, hè? Dat klikt direct leuk tussen ons, zegt ze altijd. Hè? Het komt toch zoals het gebeuren moet, dus wat kan je eraan doen? Niks. Ik ben er maar vrolijk onder. Nou, dat is eigenlijk mijn levensfilosofie. Ze kwam hier ook een keer vragen, een dokter. Wat wilt u als u ernstig ziek wordt? Ik zeg, ik reken erop dat u best doet om het beter te maken. Hij was er verbaasd over. De meeste mensen op mijn leeftijd zijn om te zeggen, nou, maak me dan maar af. Je weet toch nooit hoe het leven wordt? En ik had willen studeren, maar dat ging toen niet. Want je moest tekenen dat je niet zou ondernemen tegen de Duitsers. Nou, dat weigerde ik. Eerst was ik bij die Duitsers was ik gevangen genomen. En daar ben ik ontsnapt. Ik ben op zoveel plaatsen eigenlijk geweest. Ik ben gewoon rechtdoor getrokken, dan hier, dan daar. Ik ben geëindigd als tolk bij de Amerikanen.
zat hij altijd in mijn eentje. En dan begon me te vervelen. En het is leuk om dingen samen te doen. Van mijn 14e tot mijn 21e heb ik gevaren. Als ik het geweten had, had ik nooit van de visserij afgegaan. Maar ja, dan krijg je verkering en ja, dan willen ze niet hebben dat je gaat varen en zo, dat soort dingen, weet je. Dus, en mijn vader is in de vis, ja, toen ben ik in de vis gerold. En toen keek ik op internet en toen las ik iets over Buddy. Mensen die eenzaam zijn en ziek. En toen dacht ik mezelf, ja, dat lijkt me wel iets, dat vind ik mooi. Het is ja, dat komt uit je hart. Ik denk, ja, die mensen, ja, die vinden dat fijn. En dat Buddy, dat sprak me toen aan. Dan heb je één persoon, dan kan je concentreren. En of dat een man of een vrouw is, dat maakt niet uit, dat heb ik ook toen gezegd. Nu heb ik een dame van 90, heel lief wijfje, Connie. Pittige dame, veel meegemaakt. Dus ja, echt een schat. Toen ik te horen kreeg dat ik de ziekte van Parkinson had, was mijn eerste vraag aan de neuroloog hoe lang ik nog te leven had. En daar schrok hij ergens van, want ik kon heel oud worden. En toen werd ik dit jaar 78. En tegen al mijn kennissen en familieleden zei ik, nou, dan heb ik nog 22 jaar. Voordat Olaf kwam, zat ik hier te vereenzamen. En met zijn komst is mijn manier van leven in positieve zin veranderd. Ik weet dat hij elke donderdag hier binnenkomt. En daar leef ik gewoon naartoe. Dan probeer ik op tijd helemaal aan kant te zijn. Geschoren en wel. Dan fiets ik naar meneer Ersbacher toe. Ik heb het idee dat meneer Ersbacher dat zelf ook prettig vindt dat ik kom. Het is absoluut geen opoffering. Ja, geestelijk is hij nog heel goed, want hij weet mij dingen te vertellen die ik dan al lang weer vergeten ben. Maar ik moet zeggen, ik ga er met erg veel liefde naartoe. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dan komt hij binnen wandelen. Dan zegt hij, hoe gaat het met u vandaag? Hoe is het met u? Goed. Fijn. Ja, het is eigenlijk altijd hetzelfde. Ziet u er keurig uit? Het lijkt of u uitgaat. Heb u nog wat te liegen tegen me? Hé, luister, ik heb lekker een kopje koffie gedronken, maar laten we gaan. Dan gaan we zo weer eens richting fysio. Hè? Neem de honden mee. Zullen we gelijk de jas aan doen dan? Twee stappen en u bent. Ja, prachtig, hè? Ja. Wij zijn allebei bijzondere vogels. Ik denk het. Rare vogels. Ja. Daarom hebben we elkaar gevonden, misschien. Denk het, ja. Ja. Soort zoekt soort, hè, Lin? Dan kunnen we heel goed met elkaar opschieten, eigenlijk. Wij vinden onszelf een grappig duo en wij vinden dat we best wel wat dingen hebben die we gemeen hebben. We kunnen geen dingen weggooien, allebei niet.
Dus daar moeten we erg om lachen. Ik wilde al die kranten bewaren. Ach nee, toch? Ik ben net zo erg als u. Nog veel erger. Papiertjes en foldertjes. Nee. Zo erg dat ik mijn kinderwagen nog heb. Een hele grote. Nou, Linda vind ik een hele aardige vrouw. Ze kan goed luisteren. Ja. Toen zijn zij ook meegegaan naar het kamp met ons. Ja. En met 56 man in één huis. Oh, er gaat wat tijd overheen. Oh, goh, wie ben jij? Hoe denk je? Door de dingen die je samen meemaakt, groeit dat contact? Ja, dat je samen kunt praten samen en leuke dingen doen, dat is nu. Even wat gaan koken of zo. Nou, ik heb hier boodschapjes. En ik heb een klein spitskooltje. Dus dan ga ik misschien wel mijn eigen groenten verbouwen. Dan kan ik ook kooltjes geven. Oude plant moet je nooit verpotten. Terwijl hier, dan kan ik mensen ontvangen zoveel ik wil. Ik kook zoveel ik wil. Niet te gaar. Je moet ze nog laten. Terwijl in een verzorgingshuis of waar je ook dan komt. Liever niet. Daar bid ik ons lieve Heer ook voor. Het geeft een stuk voldoening om iets voor een ander te kunnen doen, maar het zelf ook leuk vinden. Ik vind het hoort van twee kanten te komen met alles. Vriendschap en liefde kan niet altijd van één kant komen, hè? Heerlijk. Het is nou juist leuk gewoon. We gaan gewoon als goede vrienden om. En niet als buddy of maatje, hè? Gewoon. Nu, bij het leven moet je goed zijn voor elkaar. Iedereen. Hallo. 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 Zou je de... Hoe is het ermee? Oh, gaat goed. Gaat, geef me hand. Ik heb een visje voor je meegenomen. Wat? Ik heb een visje en een harenkje voor je meegenomen. Oh, hey, lekker. Hoe was je weekend? Doe even mijn jas uit. Oh, ik vind zondag altijd een rotdag. Een rotdag? Waarom? Omdat het vervelend is. Waarom is dat vervelend dan? Nou, er gebeurt nooit iets. Dan bel je mij toch op? Ja, dan gebeurt er misschien wel wat. Ja, toch? Oh, hij is gezellig. Ik kan wel om lachen. We lachen altijd. Weet je, als ik er een hand geef, dan zeg ik van je bent een liefhuifje. Weet je, en dan beginnen ze te lachen. Het lijken wel een stel. Maar we boffen, want dan heb je het weer naar buiten gezien. Ja, het is nou toch mooi? Hartstikke mooi. Dus wat gaan we doen? Gaan wandelen. Wandelen. Ook moet een paar boodschappen doen. Hij is nog nooit in een winkel geweest. Dat wordt wat. Ik heb nooit van mijn leven boodschappen gedaan. Maar nu wil ze boodschappen gaan doen, dus we gaan boodschappen doen. Maar ik wil wel hebben dat je een lekkere dikke jas doet, want het is koud. Ja, ik heb geen dikke. Heb je geen dikke jas? Maar als je gaat hoesten, dan heb ik het niet gedaan, hè? Nee, dan hoest jij niet, logisch. Is dit lekker goed of niet? Deze? Ik heb een vraagje. Ik moet naar de kleine Albert Heijn. Nou, ik heb je afgemeld. Veel plezier. Binnen 10 minuten moet je terug zijn. Je mag gewoon goed vasthouden, dan anders ga ik alleen de brug op. Albert Heijn, waar zit dat? Oh, oh. Echte puntjes, ja, tuurlijk. Meneer, de beleg, waar staat op? Oké, bedankt. Vandaag hoe sterk ik ben met boodschappen doen. Hé? Ja. Ik heb nog nooit van mijn leven boodschappen gedaan. Geloof je het? Echt waar, hè? En dan ben ik haar, ik ben Buddy. Dan doe ik met haar samen boodschappen. Ik kom uit een verzorgingshuis, weet je. Ze hebben het voor elkaar gekregen. Mooi, 90 jaar. Echt, leuk, hoor. Ja. Heb je het? Heb je trek in een bak koffie? We gaan naar een café in. Dat is toch leuk? Ja, toch gezellig? We moeten eventjes opletten dat ze niks op de straat gaan doen, hè? Hou
hou me recht. Hou me recht, hou me recht. Dag. Zo. Nou ja, nadat ik me heb afgezet bij de fysiotherapeut, ga ik nog wat wandelen met de honden. Kom jongens. Kom hier in dit koffiehuis, een echt Haags koffiehuis. Ik ben gekoppeld aan meneer Esbacher. Dat klikte eigenlijk vanaf de eerste dag. Ik ben redelijk impulsief. Hij is veel rustiger. Maar juist die combinatie is erg leuk. Ik vind het al een heel fijn gevoel als ik dus een paar uur bij hem ben geweest. En dan op het moment dat ik wegga, dat ik gewoon heb gezien dat hij ontzettend blij is geweest. Want ik geloof dat dat het ergste is bij die mensen, de eenzaamheid. Hè? Het aan huis gekluisterd zijn. Ik vind, als je zelf goed in je vel zit en je hebt zoveel pluspunten in je leven, en ik heb er heel veel, dan vind ik best dat je een heel klein beetje mag wegschenken aan iemand anders die dat in mindere mate heeft. Dus u heeft wel het idee dat het beter gaat? Iedere week. Die gaan we ophalen en dan gaan we meestal hier aan de overkant naar het winkelcentrum. Mag ik voor nu zo'n roomboter amandelstaafje? Zo'n stukje? Ja. Hè? Een beetje royaal nemen, vind je niet? Vind ik ook. Ze zeggen, laat het u smaken. Ja. Hè? Dankjewel. Niet van die hele hoge grote happen tegelijk, hè? Nee, maar dat is goed. Als Hilde hier is, mijn vriendin, dan bel ik u op en dan kom ik even langs. Goed. Ik kan een kopje koffie drinken en een stukje banketstaaf erbij. Moet je wel van diezelfde halen, want die vond ik lekker. Als ik bij haar ben geweest, ga ik weg met een blij gevoel. En dan zwaaien we naar elkaar van, hé, ja, dat was toch wel weer leuk eigenlijk. Ja. Een klein zonnetje. Kijk eens om. Daar zijn we weer. Dan mag je hier uitstappen. Ik maak even een haringje klaar, doe ik een bordje. Ik geef je een hand en een zoen en ik ga weg. Is goed? Oké. Heb je het naar je zin gehad? Ja, reuze. Oh. Het is heel gek dat we gelijk samen konden opzitten. Nou, smikken smakken. Beetje uitjes erbij doen? Ja, graag. Heel goed. Mag je hem straks lekker eruit pakken. De uien erbij. Zo, de rest voor de andere haring. Wat zij mij geeft. Gaat het met je knie? Nee, maar voet niet. Ja, ze geeft een soort liefde. Ja, gaat een soort warmte. Ja. Goed zo. Wat voel je? Voelt dat, dat ze er naar uitkijkt. Goed zo? Ja. Heel goed. Nou, dag. Kijk nog zoen van je. Dag. Dag. Ik vind het leuk om mensen die eenzaam zijn om nog op een prettige manier te begeleiden. Je hebt haar blij gemaakt en voor de rest, voor mij was het een leuke dag. Lekker maar. Ik ben veel te lang gebleven. Ja, en ik weet dat hij volgende week hier weer zit. En als het weer het toelaat, dan kan ik nog wat privéboodschappen doen. Bijvoorbeeld naar die bakker. Hoe zou je zelf zijn in zo'n situatie, hè? Hè, dus neem daar de tijd voor en ja, ik denk dat ik er zelf ook heel veel aan heb gehad. En nog. Nou, tot volgende week, hè. En ga je goed. De groeten. Dag. Dat is niet om de woorden te brengen. Zo gelukkig ben ik met hem. Cause you listen and you don't judge. Cause you're here spending time. Makes me feel that I can trust.
niks meer.